komt erop neer dat ik ooit op school, op de middelbare school, heb ik een toneelstuk gespeeld. Toen speelde ik een kat. Dat was de wijze aan. En toen zeiden allemaal mensen die dat gezien hadden, hoe lang speel je? 11-9. Ik ben in 2010 afgestudeerd, in de zomer van 2010. Dus als je vanaf daar doet, speel ik nu... Ik was wel even misgegaan achter toen, als ik het vergeten had. Elke week hadden we een afsluiting in de aula van de school. En dan ging ik ook een stukje drinken, liedjes zingen. Ja? Jullie het ook? Nee? Ik kom er nog even bij zitten als je nog maar wilt vertellen. Kea. Hoi. Kea. Hebben jullie al je vragen al gesteld? Cézanne. Hallo. Ze hebben mij gevraagd waarom ik hier wilde spelen en hoe lang ik wil spelen. Waar is jullie zenuwen? Vandaag? Nou, een beetje bekend. We hebben in Nederland heel veel zalen gehad die zo 100 man zaten, zo 120, zoiets. En nu zaten er ineens 400. Dus dat was best wel weer even spannend. En ook omdat het zo'n grote zaal was. Dus het was wel even spannend, ja. Echt zenuwachtig ben ik bij de première. Als je de eerste keer gaat spelen, dan ben je echt zenuwachtig. Leuk om toneel te spelen. Meestal is het heel leuk. Als het goed gaat, is het heel leuk. Maar soms speel je ook een voorstelling die dan niet zo goed gelukt is. Of dat je zelf denkt, ik heb nog niet zo'n leuke rol. Ik heb een boe en heb je nog gesproken, dus dan werkt het niet. Dan komt het publiek niet lachen of dan volgen ze je niet, dan is het niet leuk, maar meestal is het wel. Nee. Ja, dat klopt. Wil je dat? Nee. Jongens, tot vanavond. Hebben we buiten? Thuis. Denken mensen altijd dat het het allermoeilijkste is van spelen, maar het is eigenlijk het allermakkelijkste. Jullie kunnen het ook. Of je nou toneelspeler wordt of niet, iedereen kan het. Echt. Nou, niet iedereen, maar de meeste mensen kunnen het. Als je wil, dan kan je er gewoon, als je een tekst 100 keer gaat lezen hardop en dan voor jezelf herhalen, dan ken je hem gewoon. Alleen als je geen toneelspeler bent, dan doe je dat meestal niet. Dan ga je gewoon een tekst 100 keer lezen. Eigenlijk is het niet zo mooi. Moet je maar eens proberen met een klein stukje. Welke rol wou je in de Nou, ik wilde wel Pinocchio spelen. Ja, maar als ik een tweede keuze zou moeten maken, dan zou ik de spreekstal meester. Dat is degene die het gedaan heeft. Ik wilde wel Pinocchio spelen. Het leek me best leuk als een meisje Pinocchio speelt. Dan zie je toch niks van. Dan voor ons zijn jullie dit. Ja, dat is ook heel leuk. Ook leuk, ja.
Nou, je mag elkaar eigenlijk niet eens verzetten. Dat is een ongeluk. Dat is een soort regel, maar niet echt serieus. Het is niet dat iedereen elkaar per se houdt. Veel plezier. Veel plezier. En ik zeg in het theater, nooit ook doei. Ik vond het